Het is weer eens wat anders dan gras. Ik sta hier op het zand en achter mij zijn de jongens van Heracles bij een teamuitje tegen elkaar aan het volleyballen. Bellassani is er ook bij en die krijgt dadelijk van mij de gouden veter. Ilias, ik kwam hier eigenlijk om de gouden veter uit te reiken aan een technisch begaafde speler. Als je volleyballen. Nee, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit mag doen en mijn vlagen gingen bij mij wel goed. Alleen, ik heb sommige teamgenoten hier die het verpesten, zoals deze hier, die nou op de achtergrond loopt te schreeuwen. Loopt in één keer, hè? Ja, hier is hij. Loopt in één keer. Ja, nu wel, ja. Wat ook leuk was, kan ik me zo voorstellen, voor jou, was de wedstrijd vrijdag. Ja. Weer geluid een goede wedstrijd gespeeld. Je werd toegezongen in de kleedkamer. Ja. Wat heb je daarna gedaan? Niet vroeg naar bed, denk ik. Nee, om eerlijk te zijn ben ik wel even naar huis geweest. Maar daarna zijn we met vrienden... Zijn we met z'n allen naar Rotterdam gegaan. Hoe laat is het geworden? Ik denk dat ik om 6 uur zo thuis kwam. Je hebt licht uit gedaan dus? Dat heb ik gedaan, ja. Maar het gaat lekker bij jullie. Want als ik zit te kijken naar hoe jij vorig jaar speelde en hoe je dit jaar speelde. Ik heb geen idee wat je in de zomervakantie gedaan hebt. Maar... Enigste wat ik heb gedaan is goede gesprekken voeren met mijn zaakwaarnemer. Met de vrienden om me heen die het goed met me voor hebben. En heel veel geaccepteerd, want ze waren heel kritisch op me. Ze hebben me gewoon eerlijk gezegd wat beter moest. En uiteindelijk heb ik dat eigenlijk veranderd. Wat zijn dat soort dingen die je veranderd hebt voor jezelf? Ja, weet je, kijk, ik was meer een sierpaard. Ik maakte heel veel acties om het actie en uiteindelijk om mooie complimenten na de wedstrijd te horen. En ik heb, uiteindelijk heb ik die knop moeten omdraaien omdat het daar niet op gaat. Ik ben hier nu natuurlijk om dat te belonen. Ik vind het prachtig dat je eigenlijk kan beloond worden door je goede spel. En ik ben blij dat ik eigenlijk, ik geloofde eigenlijk niet erin, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk is het wel uitgekomen. Hier is die. Top man. Gefeliciteerd man. Dankjewel man. Het ziet er goed uit.